Wat zal hier nou in zitten? We gaan het zien. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Dit keer heb ik van Ecolife Tube deze doos opgestuurd gekregen. En van wat ik heb begrepen zit hier een DIY in om een gesloten ecosysteem te maken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het wel eens eerder bij gezien op beurzen en op hun Instagram. Maar ik heb het eigenlijk nooit zelf gedaan. Want ik vond het eigenlijk altijd een beetje intimiderend. Want ik heb namelijk zelf totaal geen groene vingers. Maar Wim van Ecolife Tube heeft me verzekerd dat zelfs ik dit moet kunnen. En hij heeft dus dit pakketje opgestuurd zodat ik het ook aan jullie kan laten zien. Dus ik denk dat we maar gewoon de doos open moeten gaan maken. Moeten gaan kijken wat erin zit. En dan hopelijk dat we eruit komen. Dus laten we dat maar gaan doen. Ik heb hier mijn schaar. Nou, dan gaan we hem openmaken. Trouwens, heel leuk om even te vertellen. Ze hebben hier bovenop. Ja, dat kunnen jullie wel zien. Ze hebben hier bovenop hebben ze zelfs een stempel met zo'n ecosysteem. Dat vind ik wel heel erg tof. Oké, nou, we maken hem open. Oké. Nou, ik zie al meteen een hele handleiding. Dus dat staat er ook nog meteen helemaal in. Dus how to create your own mini jungle. Nou, de handleiding is wel gewoon op zijn Nederlands, zie ik. Oh, het is... Nou, het is zelfs helemaal met kleur geprint. Chapeau, chapeau. Hier gaan we zo meteen eventjes goed doorheen kijken. Ik wil eerst eens even kijken wat er nou precies allemaal in zit. Nou, we hebben een hele hoop bescherming in de verpakking. Dus ik moet een beetje voorzichtig doen. Dus, dat is echt een hele hoop, kijk. Nou goed, ik ga voorzichtig doen. Het gaat helemaal goed komen. Nou, ik zie sowieso al een zakje. Overal doosmacaroni. Dus even kijken hoor. Nou, kijk. Oké, dus hier zitten dus allemaal plantjes in. Nou, die ga ik even heel voorzichtig aan de kant doen. Oké. Oh, er zit hier ook nog een doosje in. Wat zal hierin zitten dan? Oh, ja. Voor wat ik heb begrepen, dat zullen jullie straks ook zien, bovenop is een deksel. En daar zitten als goed als lampjes in. En je krijgt dus ook een RGB-controller erbij. Ik denk dat Wouter dat voornamelijk wel heel erg leuk zal vinden. Oké, en dan hebben we verder... Oh, er zit nog een zakje in. Oh, kijk nou. Hele hoop mos. Dus is er een heel zakje mos. Ik zal eerst ook eventjes het grootste eruit halen. Is wat makkelijker. Dat is namelijk deze fles. Dit is een plastic fles gemaakt van PET materiaal. Hier zit dus de kurk. Hier zitten ook de lampjes in. Laat ik straks ook wat beter zien. En hier gaan we het dus in maken. En ze zijn in totaal te krijgen in 2,5 liter en in 5 liter. Eens even kijken. Oh, hier is ook nog een beetje... Oh, ja, ik heb het gezien op de website. Hier zitten dus beestjes in. Beestjes. En die zijn als het goed is om het allemaal heel goed schoon te houden en zo van binnen. Dus als het goed is, als ik dit allemaal heb gemaakt, hoef ik er bijna niks meer aan te doen. Dat zou echt fantastisch zijn. Ze leven nog. Ik zie ze kruipen, want deze doos heb ik dus al een week staan thuis. En toen ik op de website zag dat ze er beestjes bij doen, maakte ik me best heel erg druk. Van soms leven ze niet meer, heb ik allemaal beestjes vermoord. Maar ze leven nog, dus dat scheelt. Nou, dan hebben we dit. Nou, zoals jullie zien, heb ik heel veel kennis van planten en zo. Dit is korreltjes. Iets met korreltjes. Dit is echt een hele doos. Echt superveel. Oh, en grins. Allemaal steentjes. Het is best zwaar. Het zal natuurlijk zijn van bovenop. Oh, dit is de doos. En hier heb ik ook nog... Hier heb ik ook nog allemaal dingen zitten. Voordat we verder gaan met deze video wil ik de sponsor Ecolife Tube heel erg bedanken voor deze samenwerking. Ecolife Tube is een heel tof bedrijf. Ik heb ze zelf iets meer dan een jaar geleden mogen leren kennen op de huishoudbeurs. En sindsdien zijn we elkaar heel veel tegengekomen op diverse beurzen. Zo staan ze eind dit jaar sowieso weer op Creado. Dus neem daar vooral een kijkje als je daar bent. En ze staan sowieso ieder jaar op de huishoudbeurs. In verband met de coronacrisis kunnen hun natuurlijk ook geen workshops geven. En daarom hebben ze deze DIY-pakketten bedacht, zodat jullie toch lekker thuis met deze plantjes bezig kunnen zijn. En je helpt hun meteen ook als ondernemer. Het DIY-pakket is in 2 verschillende maten te krijgen. Je hebt deze met een fles van 5 liter. Die kost €42,50. Zit verder alles helemaal bij. En je hebt een iets kleiner formaat van 2,5 liter. Die kost €35.
Ik denk dat het een absolute aanrader is. En of je nou dus thuis bent met groen en met plantjes of niet. Ik denk oprecht dat het voor iedereen kan. Anders zouden ze het niet op mij hebben opgestuurd. En als je toch een kijkje aan het nemen bent op hun website, neem meteen een extra kijkje in de webshop. Daar hebben ze zelfs EcoLife systemen. Kan er klaarstaan. Dus mocht je zelf geen zin hebben om het te maken, wat heel zonde is. Maar mocht dat zo zijn, dan kan je hem ook natuurlijk kan er klaar kopen. En ze hebben diverse accessoires op de webshop beschikbaar. Dus absoluut een aanrader om daar eventjes te kijken. Ik zal alle linkjes van hun in de omschrijving zetten. En volg ze meteen ook even op social media. Ik denk dat ze dat heel erg leuk zouden vinden. Dat was in ieder geval wat basisinformatie over EcoLife Tube. Ik zal natuurlijk gaandeweg van de video daar wat meer allemaal over vertellen. En ik denk dat we verder maar gewoon moeten gaan beginnen met het bouwen. Ik vind het in ieder geval onwijs spannend om dit te gaan doen. Ik merk echt een beetje spanning in mijn buik en zo. En ik denk zelfs dat ik het spannender vind dan dat ik iets moet doen op camera waarin ik teken of schilder. Want ik heb dit gewoon nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit met plantjes gewerkt of wat dan ook. Dus dit is voor mij ook echt een allereerste keer. Ik hoop in ieder geval dat het gaat bevallen. Ik denk in ieder geval niet dat het al te moeilijk zal zijn. Want als ik zo zie hier is het in 7 stappen te doen. Nou, we kunnen allemaal wel tot 7 tellen. Dus ik denk dat dat wel moet lukken. En naast het feit dat je deze mooie plaatjes erbij hebt, zit er ook nog stap voor stap wat extra informatie bij. Dus ja, laat ik maar gewoon gaan beginnen. En dan praat ik jullie erdoorheen. Inmiddels zijn we ietsje later al. Ik was namelijk de gebruiksaanwijzingen aan het doorlezen en toen kwam ik erachter dat ik potgrond miste. Normaal krijg je dus wel potgrond bij je bestelling, maar dit keer was het even vergeten. Nou, ik had natuurlijk kunnen wachten tot ze potgrond zouden opsturen, maar ik ben de video aan het maken. Dus ik heb even wat potgrond gehaald. Hier zitten precies 3 bekertjes potgrond zitten hierin. Voor mijn gevoel is het veel te veel, maar zoals jullie weten, ik ben niet zo goed in hoeveelheden inschatten en hun zeiden dat ik deze hoeveelheid moest hebben. Dus dat geloof ik ook. En ik moet nog eventjes een lepel halen. Want die heb ik nodig. En ik moet een trechter maken van papier. Om op die manier alles in de pot te kunnen krijgen. Dus dat gaan we denk ik dan doen. Zoals ik al zei, bestaat het maken van het ecosysteem uit 7 stappen. En de eerste stap, dat is eigenlijk volgens mij een beetje het neerleggen van de basis van het ecosysteem. Dus als ik het goed begrijp, moet ik zo meteen eerst deze steentjes, deze kiezeltjes neerleggen. Vervolgens moet ik deze koolstofkorrels toevoegen. En daarna moet ik de aarde toevoegen. En daarna pas gaan we de plantjes bouwen. Dus dat gaan we in ieder geval eerst doen. Nou, ik ben benieuwd. De trechter, die heb ik ook gemaakt. En ik dacht, misschien is het wel handig als ik een soort van hoekje in het zakje knip. Om op die manier in de trechter goed te krijgen en dan erin te doen. Dat was een goed idee. Zo. Nou, voordat ik dat doe, verdeel ik dit een beetje netjes. Je ziet trouwens dat ik inderdaad echt niet thuis ben in groen dingetjes. Want het enige wat ik heb qua lepel is een eetlepel. Oké, dus dat is stap 1. Dan gaan we nog de korrels doen. En de aarde. Stap 1. Ik moest ook in het midden moest ik het wat hoger laten. In verband met het mos of zoiets las ik. Maar dat zien we allemaal nog wel. Stap 2 en 3, die kan ik soort van echt helemaal achter elkaar doen. Dat is eigenlijk het plaatsen van de plantjes. Dus daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. En ze zijn wel heel snoezig, de plantjes. Ze zijn echt zo mini. Dit is denk ik een varen. En dit zijn sprietjes. En dit zijn andere plantjes. Dan denk ik dat we heel erg leuk zou vinden als ik iets van een als er stickers op zouden zitten of naampjes of zo. Dat ik weet van, oh, dat zijn die en die plantjes. Want zo leek als ik, ja, dat weet ik allemaal niet. Dus ja,
Ik denk dat dit misschien het spannendste is. In het begin heb ik het echt even lastig gehad met het plaatsen van de plantjes. Vooral die hele grote, die heeft echt heftig in de weg gezeten. Ik heb die als eerste geplaatst, want ik dacht, nou, dan plaats ik die in het midden en dan kan ik daaromheen een beetje dingen aan toevoegen. Maar hij was voor mij net wat te groot, door ik hem heel vaak omkiepte. En vooral in het begin was ik zo voorzichtig met alles, want ik was echt bang dat ik iets kapot zou maken of iets verkeerd zou doen. Dus dat ging in het begin allemaal een beetje mis. Ook ben ik ergens halverwege voor 70% opnieuw begonnen. Heb ik de kleinste plantjes eruit gehaald, opnieuw alles een beetje ingedeeld. En ik kwam op een gegeven moment achter dat als ik gewoon met mijn vinger heel diep de grond in ging, daar meteen een gat in maakte, dat ik dan een perfect plekje had voor een plantje. Aldoende leert men. Ik was me er gek genoeg ook heel erg van bewust dat planten levende wezentjes zijn. Misschien dat ik er daarom ook zo voorzichtig mee was, maar ik was heel erg bang om ze pijn te doen en om ze te beschadigen. En ja, ik was echt even helemaal in gedachten met het maken van deze tube. Ik heb namelijk ook geen muziek opgehad of een podcast of wat dan ook. Het was gewoon even ik met de plantjes, gewoon even gezellig samen. Eigenlijk heel gek, want ik heb normaal altijd behoefte aan geluid dan om me heen. Maar dit keer was ik zo geconcentreerd dat ik me pas op het einde bedacht van... Hé, ik mis geluid. Dus ik denk dat dat ook wel laat zien in welke mate ik nou geconcentreerd was. Oké, dat waren de stap 2 en 3. Zoals je ziet, ik heb er al een flinke bende van gemaakt. Want, ja, jullie kennen me langer dan vandaag, toch? Oké, stap 4 is het aanbrengen van het mos. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. Volgens mij is dat iets minder moeilijk dan de plantjes. Ik heb best wat lastig gehad met de plantjes. We hebben dus diverse stukken mos. Dat kan ik ook loshalen. Kan ik verdelen. En wat ik me trouwens bedacht, wat wel heel erg leuk zou zijn. Als je van die kleine steentjes hebt. Om die dan ook zo ertussen te doen of zo. Dat je een soort rotjes hebt. Of een mini kaboutertje. Maar tot nu toe lastig. Ik vind het echt moeilijk. Ik ben ook echt bang dat heel veel van jullie thuis nu echt denken van... Oh Jasmin, hoe ga je met die planten om? Of je moet het zo doen of zo. Je doet het helemaal verkeerd. Luister, ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ben niet thuis voor plantjes. Hele leuke eerste ervaring in ieder geval. Tot nu toe. Dus ik heb zin om weer verder te gaan. Het aanbrengen van het mos maakte het echt af. Het was meteen zo gezellig en echt alsof je inderdaad gras of ja, mos had in het ecosysteem. Ja, het was echt heel erg leuk. Ik had 2 soorten mos erbij gekregen. Allebei even prachtig en gewoon heel erg anders. En dat was heel erg leuk om op die manier af te wisselen. In de gebruiksaanwijzing werd ook aangegeven dat het wordt aangeraden om de oppervlakte wat nog open is, zoveel mogelijk te bedekken met mos. Want op die manier zou het blijkbaar het beste werken. Dus dat heb ik ook geprobeerd te doen. En ik ben meteen even naar de voortuin gerend. Een paar steentjes erbij gepakt om die vervolgens toch toe te voegen. Want ik had gewoon zin om een stukje van mezelf hier aan toe te voegen. Geen idee of het mag trouwens of dat het kan, maar ik heb het gedaan. Dit is het resultaat van nu. De volgende stap is dat we hier een mini dierentuintje van maken. En dat is dus dat we beestjes erin gaan doen en die maken het schoon. En we moeten even kijken hoe ze heten. Want het zijn dus springstaartjes. En het zijn dus de opruimers van de natuur. En ze voeden zich dus met de schimmels en met rottend plantmateriaal. En volgens mij zorgen hun er dus voornamelijk voor dat ik hier niet meer naar hoef om te kijken. Dus bij deze zijn het mijn beste vriendjes. Ook al zijn het van die hele vieze kleine witte dingetjes. Hier zitten ze in. Ik denk wat jullie zien is voornamelijk aarde. Ik zal eens kijken of jullie dat dichterbij kunnen zien. Zie je ze lopen?
Allemaal hele kleine witte beestjes. En daar moet ik dus ook 2 eetlepels van in de mosterd doen. Hé hey, jongens. Ik vind het wel zielig dat ze niet allemaal erin mogen. Dat is wel sneu. En ik hoop niet dat ze in mijn bed komen. Nou, van wat ik zie, is het ongeveer toch het hele zakje. Dus dat scheelt. Dat is wel een beetje lief dan. Ga maar jongens. Spring. Spring. Ga los. En vermenigvuldig u. Nog een paar. Ah, daar zijn ze. Hallo. Normaal vind ik beestjes heel vies. Maar dit kan eigenlijk niet. Ik denk omdat ze gewoon heel doorzichtig zijn. Ze hebben geen vieze kleur. Het zijn gewoon witte beestjes. En de rest mag springen. Wee! Kom jongens, erin. Nou, dit zakje doe ik voor nu dicht. Gewoon voor de zekerheid. De volgende stap is dat ik met de lepel de mosser langs de rand een beetje moet aanduwen. Vind ik wel een beetje zielig dat ze dus nu zo erin zitten. En dan moet ik aanduwen. Oké, dus dat was het aandrukken van mos en het planten van de beestjes. De volgende stap is dat ik nu nog wat water erin moet doen. Ik moet een heel klein beetje water langs de randjes moet ik bijspoelen. En in principe moet ik met een plantenspuit moet er wat water op spritsen. Maar die heb ik denk ik niet hier, dus wel ik zo even moeten zoeken. En dan zet je eigenlijk de kurk erop. In principe laat je hem 3 tot 4 dagen laat je hem eerst open. Dan dat hij een beetje kan luchten, kan wennen en daarna pas gaat hij erop. Maar voor de looks gaan wij natuurlijk alvast meteen even doen. Daarna haal ik hem natuurlijk wel weer eraf. En we gaan eens even kijken hoe de lampjes eruit zien. En dan zijn we klaar. En ik ben vies. En er is rommel. Maar het geeft niet. Ik ben lekker bezig. Dat is niet zo. De LED-lampjes, die zijn dus heel erg tof. Je kan dus zelf kiezen welke kleur je wilt. Het kan natuurlijk alleen wit. Je kan het licht feller maken, zachter maken. Je hebt 2 verschillende standen ook nog. Eentje zodat hij echt springt tussen de kleuren. En andere is een fade, dus dat hij rustig overgaat van de ene kleur op de andere. Maar jongens, dit is hem dan. Mijn zelfgemaakte, zelfvoorzienende ecosysteem. Ik ben er trots op. Ik ben er blij mee. En jeetje, wat vond ik het toch leuk om te doen. Dit is dus het resultaat geworden. Ik moet zeggen dat ik hem echt, echt heel erg leuk vind geworden. En het was toch wel heel erg leuk om te doen. Ik vond het echt heel spannend. En vooral in het begin weet ik niet wat ik moest doen en zo. Maar het is me echt heel erg goed bevallen. En ik heb meteen gewoon echt iets super snoezig om in huis te zetten. En vooral aangezien we verhuisd zijn, is ieder beetje groen wat we in huis nu kunnen hebben, is maar meegenomen. En bonuspunt, mijn katten kunnen hier niet aankomen. Dus dat is meteen extra beveiligd. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Ik raad dus ook deze ecosystemen enorm aan om zelf thuis te doen. Zoals ik al zei, de link staat in de omschrijving. Laat me dus weten in de reacties beneden wat jullie hiervan vinden. Heb je dit wel alles gedaan? Heb je dit ooit wel eens gezien? En ik ben heel erg benieuwd of jij dus wel groene vingers hebt. Want je ziet in ieder geval nu dat het maakt niet uit of je nou wel groene vingers hebt of niet. Ik heb nu in ieder geval wel bruine vingers. Maar het maakt dus in ieder geval niet uit of je hier goed in bent, of je het al kent, ja of nee. Dit kan echt iedereen. Ik denk dat iedereen het ook echt heel erg leuk vindt. Je hebt meteen een heel tof resultaat. En ja, ik ben wel enthousiast. Ik hoop jullie ook. Heel erg bedankt voor het kijken. EcoLifeTube, Wim. Heel erg bedankt voor deze samenwerking. Dankjewel. Fantastische sponsor. Fantastisch product. Ik ben enthousiast. Hopelijk jullie ook. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot ziens.